Om mijn kledinglijn Mary Marion te ontwikkelen, haal ik inspiratie uit mijn eigen identiteit. Ontwerpen is niet alleen mijn hobby, maar ook mijn passie. Eén waar mijn levenswijze op gebaseerd is. Creatief zijn, ontwerpen, uit het niets iets creëren. Ik hou van muziek, lezen en me lekker terugtrekken in het bos om tot rust te komen. Daarom heb ik gekozen voor het eiland Kimboto aan de Suriname rivier om deze afleveringen van Healthy Creations op te nemen. Ik ben Meredith Yuria, fashion designer van de Mary Marion Lijn en host van Healthy Creations. Welkom bij een nieuwe aflevering van Healthy Creations met Meredith. Vandaag maken we een hele simpele dish, but it's so delicious. We maken een quinoa nasi. Ik zal wat avocado bij doen, wat nootjes en wat verse kruiden. De ingrediënten: gerookte paprika poeder, Himalaya zout, rozemarijn, avocaat, rode kool, mais, paprika, tomaat, dille, druivenpitolie, quinoa. Nu gaan we de quinoa nasi maken. Hier heb ik voorgesneden knoflook en tomaatjes, rode kool en paprika. Nu ga ik even de knoflookjes bakken. En daarna de tomaatjes erbij. Druivenpitolie. Door de hoge concentratie aan sterke antioxidanten vertraagt druivenpitolie ons natuurlijk verouderingsproces en werkt uitstekend tegen huidvlekjes, rimpels en kraaienpootjes. Druivenpitolie wordt vaak gebruikt als ingrediënt in salades of als basis voor het maken van dressings of eigen gemaakte mayonaise. Even laten bakken. Dan doen we de paprika erbij en de kool. Even laten doorbakken. Nu even op smaak brengen met wat Himalaya zout, gerookte paprika poeder, rozemarijn gemixt met cumin. Komijn. En dan kunnen we de quinoa bij doen. Quinoa. De zaden van de plant quinoa lijken op graankorrels en worden ook zo gebruikt. Quinoa groeit al eeuwen in gebieden zoals Peru en Bolivia. Het jaar 2013 werd door de VN uitgeroepen tot het jaar van de quinoa. Vandaar de stijging van de populariteit. Het is een goede vervanger voor rijst. Nu heb ik maar een heel klein beetje quinoa gezet, omdat ik ervan houd wanneer er meer groente is dan quinoa. Maar als je meer quinoa wil zetten, kan dat natuurlijk ook.
Dan is onze quinoa nasi klaar. En dan kunnen we nu gaan pleten. De quinoa nasi is af. Nu gaan we hem pleten. Ik zal wat koren erover strooien. Koren en avocado. En dan wordt die nog meer kleurrijk. Avocado. Avocado. Wat nootjes erbij. En als laatst zetten we wat verse dill. To make it even prettier. Dille. Dille is een kruid met een heel verfijnde, anijsachtige smaak en is vooral populair in soepen en sauzen. Dille wordt niet meegekookt en niet gecombineerd met andere kruiden, omdat het dan zijn smaak verliest. De zaden bevorderen de spijsvertering. Een aftreksel ervan vermindert de hik, buikpijnen en slapeloosheid. En dit is het eindresultaat. Een heerlijke quinoa nasi met avocado, verse dill en heerlijke nootjes. Dit is ook de laatste aflevering van Healthy Creations Season 2 met mij. Ik hoop dat jullie van alle heerlijke gerechten hebben genoten en dat jullie ze ook zullen uitproberen. Ik ben Meredith Juria en tot de volgende keer.